Pronto Wonen. Lekker snel genieten van uw nieuwe meubelen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Je raakt in één keer het uitzicht op die periodetitel kwijt, doordat je het niet meer in eigen hand hebt. Maar om ons nou echt als verliezer te kwalificeren, gaan wij veel en veel te ver. Wat ik wel jammer vind, is dat we die hele goede eerste helft, want die was dik in orde, waar we gewoon vergeten om de prima acties van Handewie op de juiste manier af te ronden. En dat is ons ook al tegen NEC overkomen. En dan laat je toch een tegenstander in leven. En wat gebeurt er dan in de tweede helft? Waar gaat het mis? Zij gaan wat opportunistischer spelen. Ons plan B was om met Jordi Thomas naast Ralf Seuntjes te gaan spelen. Nou, die valt dan uit. En dan wordt het iets te voorspelbaar. Elke keer, en dat zie je nu ook weer, als Ralf dan er niet meer tussen staat, mis je toch dat aanspeelpunt. Mis je toch die speler die even die bal kan vasthouden. Nu gingen zij heel opportunistisch spelen. En daar hadden wij soms moeite mee. Want in hoeverre geef je dan in die paar minuten daar weg, Seuntjes die uitvalt en vervolgens een slippertje achterin? Of hoe zag jij die tegengoal? Ja, was een slippertje, tuurlijk. Een miscommunicatie vooral tussen Branco en 1-2 verdedigers. En dan kon hij zo doorlopen. En die bal wordt breed gelegd en binnengetikt. Dus ja, dat is ook jammer dat je dan vanuit die 1-2 kansen, dat ze dan daar ook gelijk doeltreffend zijn. Had je daarna nog het gevoel dat jullie ook voor die overwinning konden gaan? Of had je ook wel zoiets van het gelijkspel misschien ook niet verkeerd? Nee, daar heb ik geen moment aan gedacht. Ik wilde echt vol voor die drie punten gaan. Vandaar dat we ook aanvallend hebben gewisseld met een aanvallende middenvelder voor Vet. Het is gewoon alleen jammer dat we Jordi niet naast Ralf hebben kunnen zetten. Want dan wil ik het wel eens zien of zij, hoe zij daarmee omgaan. En hoe ver kan je nu dan uiteindelijk leven met dat gelijkspel? Nee, vind ik heel vervelend. Hè. Dus daar balen we met z'n allen van. De jongens waren enorm teleurgesteld in de kleedkamer. Maar we hebben ook geen vervolg gegeven aan die prima eerste helft. En nu heb je de koppositie verloren op de ranglijst en ook de periodetitel niet meer in eigen hand. Is dat pijnlijk of hoe kijk jij daarnaar? Het is nu even heel pijnlijk, maar we gaan gewoon proberen. Want zij hebben een loodzwaar programma, ook volgende week. Zoals wij dat ook hebben. Met die thuiswedstrijd en zij hebben best lastige tegenstanders met Excelsior, dus met NEC, dus dan praat ik over Cambuur en NAC. Ja, dus er liggen nog volop kansen en daar moet je in geloven en daar gaan we ook voor op een bomvol Vijverberg. Hoe groot zijn de zorgen over je boegbeeld, Ralf Seuntjes? Nu al even groot, ja. Want die gaat in zo'n fase niet zomaar uit de wedstrijd. Dus die heeft echt wel iets en daar maak ik me wel een beetje zorgen om. Verwacht je dat hij volgende week inzetbaar is of is dat nog te vroeg om te zeggen? Ik denk dat we even de reactie morgen af moeten wachten en zondag. En dan hoop ik gewoon dat het meevalt.